Weekblad Boerderij testte afgelopen zomer in samenwerking met het Duitse vakblad Toppenkraar 11 eenvoudige trekkers met zo'n 75 pk motorvermogen. In deze video zoomen we in op de Kubota M473. De M4003-serie van Kubota is de kleinste serie standaardtrekker van de Japanse trekkerfabrikant. De serie bestaat uit twee modellen, waarvan de M4073 met 74 pk het grootste model is. Motor, transmissie, assen en cabine worden allemaal door Kubota zelf gemaakt. De voorlader koopt Kubota sinds kort in bij de Franse fabrikant MX. De testtrekker is uitgerust met mechanische hefbediening. De mechanische externe bediening, die werkt met een draaiknop en bodemkabel, kan fijngevoeliger zijn. De trekstangen hebben één gat en daarmee tilt de Kubota zo'n 2,7 ton. De voorlader, een MX LK1500H, heeft de grootste hefhoogte van alle trekkers in de eerste testgroep. We hebben een hefvermogen gemeten van 1420 kilo en dat is iets onder het gemiddelde. De hydraulische parallelgeleiding kun je verstellen in twee gaten. Je kiest hierbij voor een optimale parallelgeleiding voor een bak- of palletvork. Met een oliepomp die 62 liter olie per minuut verpompt, beweegt de voorlader lekker snel. En de hydraulische parallelgeleiding maakt de voorlader overzichtelijk. Je moet er wel op bedacht zijn dat je een bak grond kunt lossen op de motorkap. Zo ver komt de voorlader bovenin naar achteren toe. Zoals de trekker is uitgerust voor de test, is het zeer comfortabel werken. Zo is er een elektrohydraulische joystick aan de stoel gemonteerd. En je kunt een derde functie er ook proportioneel mee bedienen. Daarbij kun je er zelfs een positie mee opslaan en met één druk op de knop weer oproepen. Zo kun je instellen dat de voorlader meteen een positie aanneemt om te lossen of juist een bak grond vol te scheppen. De voorlader trilt even als de voorlader in de gewenste positie staat. Het afbouwen van de voorlader is eenvoudig. Het is belangrijk om de bak vlak op de ondergrond te zetten. Vervolgens klap je de steunen uit en trek je de vergrendeling los en koppelt vervolgens de multikoppeling los. Vervolgens kun je met de trekker wegrijden. De transmissie heeft drie groepen, waarvan één een kruipgroep is. Met de versnellingspook schakel je door alle zes versnellingen en daar zit ook een koppelingsknop op. Het automatisch koppelen met die knop gaat overigens heel zachtjes. Bij het uitstappen moet je de parkeerrem activeren, want anders piept de trekker. De testtrekker was uitgerust met twee ventielen en beide hendels hiervan zitten op een goede positie op het zijconsole. De zesde versnelling van de trekker zit vrij hoog en daardoor rijdt de trekker 42,5 km per uur met maar 1900 motortoeren. Ook in de vijfde versnelling haalt de Kubota die snelheid, maar dan met een nominaal toerental. Als je een heuvel oprijdt, zul je gauw moeten terugschakelen, omdat je dan dichter bij het maximale vermogen komt. We meten aan de achterkas maximaal 59,4 pk. En dat komt uit een 3,3 liter grote viercilindermotor met 2000 motortoeren. Het verbruik is hierbij boven gemiddeld hoog. Het meest gunstig gemeten verbruik ligt bij een laag toerental van 975 toeren en dan levert de trekker nog maar 30 pk. Mede door de portaalas is de draaicirkel van de Kubota het kleinst van allemaal. We meten hier een draaicirkel van 7,8 meter. De elektrohydraulisch geschakelde aftakas biedt twee toerentallen, waaronder optioneel een 1000 toeren aftakas. We tellen 8 versnellingen tussen 4 en 12 km per uur en die zijn goed verdeeld. De Kubota staat in de prijslijst vanaf €51.309. In de testuitvoering, inclusief de voorlader, is dat €68.204. Wil je precies weten wat bijvoorbeeld het dieselverbruik van de trekker is ten opzichte van de andere? Of meer weten over het hefvermogen, de draaicirkel of hoe snel de voorlader beweegt?
Klik dan op de link onder deze video en bekijk de uitgebreide test op boerderij.nl.